wat betekent zo'n gebouw als dit voor een dorp als Den Hout? Ja, uiteindelijk betekent dat alles. De kerk op Den Hout is gewoon het centrum. En dat is, ja, dat bepaalt het dorp. Dat is, je moet daar niet vergeten, onze voorouders, die hebben deze kerk uiteindelijk eigenhandig bij elkaar gespaard en gebracht. Want uiteindelijk hebben ze dat allemaal zelf betaald. De inrichting, alles, uiteindelijk is dat allemaal van onze voorouders die dat gedaan hebben. En dan op het moment dat je nou zou zeggen, nou, laat het maar gaan en zoek het maar uit. Dan vind ik uiteindelijk respectloos voor al diegenen die daar toch wel verschrikkelijk veel aan bijgedragen hebben. En dan praat ik onze voorouders, maar uiteindelijk ook onze ouders, hè, hebben daar nog heel erg aan bijgedragen. Want we praten over de kerk is van 1878, deze. Ja, ik zeg maar in de jaren 60, toen zat de kerk hier nog tjokkie vol. Hè. Dus toen werd er nog veel aan bijgedragen. Dus onze ouders uiteindelijk, ja, ik denk dat wij gewoon de plicht hebben om die kerk overeind te houden. Althans, zo voelen wij het. En dat is eigenlijk ook precies wat jullie nu willen gaan doen? Ja, juist. Ja. En daarna, als die kerk dus overeind gehouden is, wat gaan we dan hier zien? We gaan hier een heel mooi gebouw zien met heel veel ruimte en heel veel mogelijkheden voor de zakelijke markt om congressen en activiteiten in te houden. En jij denkt dat het centrum van Den Hout dat goed kan gebruiken? Dat een succes wordt ook? Wij denken dat dat zeer zeker een succes wordt, ja.